Hij zegt, en een welvaart onvoorstelbaar. De pleien maken ze met je neven schoon. Weet je dat? Ja, dat heb ik niet in Boekarest gezien. Wat zit je nou? Ik ga toch niet naar Boekarest omdat Ceausescu, dat zie ik allemaal op de buis. Ga je dan voor de... Wel nee, ik ga nergens meer naartoe. Ik blijf lekker thuis bij de buis, zie ik alles veel mooier. Ik ga nog niet eens meer naar het voetballen kijken. Ik zie toch thuis op de buis veel mooier. Ik zie alle goals 2 keer maken. De laatste keer zo langzaam dat ik denk, had hij die niet kunnen houden? Jongens, wij hebben het mooiste televisieland van de hele wereld. We hebben 10 maal zoveel actualiteiten als actualiteiten. De programma's, dat hebben niemand. We hebben de mooiste zuilen van de hele wereld, weet je dat wel? Mensen, we hebben... Het is dat het spreekwoord zegt, je mag geen zuilen naar Athene dragen. Maar ja, Jan-Pieter zo goed is. Nou goed, ga met jou nog een keer in de klins. Ja, daar heb ik nou net zin in, laten we dat nou zeggen. Ah, jongens, hebben we toch mooi. We hebben niet de mooie zuilen allemaal. We hebben de televisie op zichzelf, vind ik al zo mooi. Dat zou ik nooit meer willen missen. Televisie is eigenlijk kijken in kleur en denken in zwart-wit. Dat is mooi, hè? We hebben de mooiste omroepen en zuilen die we hebben. We hebben de VPRO. Die hebben 1 keer in de maand kwetsdag, maar dan is het ook raak, hoor. Oh. Zeg eens eerlijk, heb je de Barend Servet Show gezien? Nee, dat is, weet u dat de Barend Servet Show de show is met de grootste stiekeme kijkdichtheid van de hele wereld, weet je dat? Ja, en ik zie het ook, als ik dat nu zie, dan denk ik bij mezelf, wat heb je daar nu eigenlijk aan? Krijg je allemaal blote meiden zo in je huiskamer, daar heb je niks aan. Maar op het slot geven ze de telefoonnummers. En die laatste vond ik mooi. Daarvoor was er nog een, die vond ik nog veel mooier, met die kamerleden. Heb je die nog gezien? Daar speelden kamerleden in mee, hoor. Op het slot kwam er nog een lid de kamer binnen, dat kon ik niet thuisbrengen. Ja, dat was er later niet meer bij, hoor. Nee, nee, die was er later, die had kou gevat op zijn blaas. Maar ja... Ik vind het altijd wel mooi. Ik mag die seksprogramma... De Vara heeft ook veel seksprogramma, maar graag zien. Die seksprogramma mag graag zien, vind ik altijd mooi, hoor. Ja, je mag het altijd zien. Zien het mooi, hoor. Die seksuele programma's en zo. Soms denk ik wel, net als ik denk dat zinnen prikkelend, blijkt het wetenschappelijk te zijn. Laatst hadden ze ook weer mooi over het liefdeleven van de kikkers en zo. Interessant. Nou ja, je hebt er niet veel aan als je zelf geen kikker bent, maar het is toch wel interessant. Het zijn interessante dingen. We hebben helemaal mooie programma's, vind ik. We hebben ook goede nieuwe omroepen. De evangelische omroep is er nieuw bijgekomen. Gods eigen trots, zeg ik wel eens. Vind ik mooi. Ja, ik vind het mooi. En we krijgen ook leerzame programma's. Hè. Ik zou maar zeggen, we moeten weer anders gaan spellen. Heb je dat gehoord? Ja, we moeten weer, ja, ik weet het ook niet. Ik heb Marcel nog meegemaakt, dan moet het weer anders. En niemand weet precies hoe het moet. Dan moeten we allemaal zo gaan schrijven als Prins Bernhard praat. Nou ja, ik ook niet. Krijgen leerzame programma's. Ik heb binnenkort een programma over de overbevolking en over het vorstenhuis. Nou, Irene heeft een tweeling en dat tikt dan, hoor. En toch vind ik het leuk, hè? Die tweeling van Irene. Want dat bewijst het weer dat de Carlisten er naar streven langs democratische weg een meerderheid te bereiken. Dat vind ik mooi. Ja. Jongens, we hebben op het ogenblik 8 prinsen, wil je dat weten? En een prinses, als het zo doorgaat, nog een paar jaar is de koningin jarig, botten de dranghekken op bordes. Nou, Margriet heeft er toch al 3. Die Pieter kan nog meer dan piano spelen, hè? Wel geweest, hè? Weet je wat ik wel eens zeg? Ik zeg wel eens, die Pieter is een doodgoeie jongen, maar ze hadden dat gips er nooit af moeten halen. Dat is een grote vraag. Dat is de grote fout, hè. Dat is de grote fout, hè. Daar is wat over te doen geweest. Tot in de hoogste kringen aan toe is dat uitgerekend, hoor. Ja, want dat had je vroeger ook, hè. Vroeger werd er alleen in de lagere kringen, zo gezegd, hè. Bij de eenvoudige mensen, daar was de ruzie. Dat is ook helemaal afgelopen. Tegenwoordig twist dat tot de hoogste kerkelijke kringen naartoe. Schrijf maar uit, zeg. Dat heb je nou gezien, zou ik maar zeggen, met de benoeming van dokter Simonis in Rotterdam. Dokter Gijzen in Roermond, dat vind ik ook zo vervelend. Dan kan geen bisschop meer benoemd worden. Of je hebt meteen de grootste heisa. Het is of de duivel ermee speelt. Huh? Ja, maar het is de paus. Je had het toch laatst ook, hier weet je niet, met dat pastoraal overleg in Noordwekkerhout is toch ook met ruzie begonnen en met ruzie geëindigd, hoor. De ene bisschop kwaad weg met wapperende rokken over het strand en de andere daar weer achteraan van, joh, zo heb ik het niet bedoeld en dan maakte ze weer goed, maar ja, wat heb je er aan? Ik heb Felicie en Gijzen samen terug zien komen van het strand. Ik zeg, wat hebben jullie gedaan? Ze zegt, we hebben een uurtje op zee gelopen.
Die Gijzen, dat is een mannetje hoor. Daar zit een koppetje op. Anders kan je zo'n carrière niet maken. Van Marijntje tot Monseigneur. Neem me die gewaardig, hè. En dan zeggen de mensen van zo'n Gijzen, ja, maar dat is een orthodox katholiek. Mocht die man dat wezen? Dus, mocht die man dat misschien zijn? Die man, ja, die man is een orthodox katholiek. Dat is een man van laat de kinderkens toch maar komen. En bovendien, laten we eerlijk zijn, mensen, we leven zo angstig snel, zo angstig vlug, hè, toch alles. Wie zal zeggen over 10 jaar, hey, misschien in Limburg nog 2 katholieken, wie zal het zeggen? Dokter Gijzen en zijn vrouw. Ja. Maar rustig weten, ik maak me wel eens zorgen de laatste tijd. De laatste paar jaar heb ik dat gekregen. En als ik de wereld inkijk en ik zie het hele gebeuren, weet je wat ik de laatste tijd veel zeg? Quo vadis. Quo vadis. Quo vadis. Ja, dat weten er meer niet. Ja, als je alles ziet wat we nou achter de rug hebben in Nederland alleen al, hè, dan zeg je toch ook al quo vadis, als je dat ziet. Lief vaderland, na 5 maanden formeren, met vallen, opstaan en opnieuw proberen, kwam eindelijk dit clubje uit de bus, waar wij verbaasd naar staren. En dat niemand helemaal lust. Wie kon de portefeuilles zo verdelen? 10 progressieven en 6 concessionele. Dit nieuwe kabinet kost ons miljoenen. Met 33 waardevaste pensioenen. Lief vaderland, het schip van staat kiest zee. O jo, o jo, o jee, o jee. O Joop, o Joop, maak eens hemelsnaam geen fout. Het schip is 4 dagen oud. Bies, het schip is 4 dagen oud. Als je nou nog een fout maakt, krijg je dit doen met Apeldoorn. Hoor. Lief vaderland, en 16 nette pakken. Had oude wijn nu weer in nieuwe zakken. En de oude zakken krijgen een nieuw begin. Die worden burgemeester of commissaris voor Koran. En Joop ten Uil met moeite in het katshuis. Blijft liever thuis in Moken bij zijn beeldbuis. Maar buiten gaat het leven rustig verder. De kudde graast met de verkeerde herder. De herders nemen de kudde te grazen. Lief vaderland, wij zijn niet boos. Wij hebben nog 1 laatste troost. Straks komt er wel weer een andere man. Die het ook niet kan. Bies. Tot ze op het binnenhof met stokjes eten. Lieve mensen, dat kan nog niet waar. Ze is bij 11. Oh, wat erg. Oh. En ze vroegen hoe laat het vanavond uit was. Ik zeg 10:30 is het op zijn laatst afgelopen. Is het erg? Zal ik jullie een briefje meegeven? Nee, moet je denken, ik heb helemaal aan geen tijd en geen klok meer gedacht. Vind je het erg? Wat vreselijk. We hebben toch even lekker zitten praten? Hadden we niet een lekker contact even met elkaar dan? Hè? Die vond het zo gezellig. Echt een goed gesprek van mens tegenover zaal. Hè? Nou weet ik weer een beetje hoe je over de dingen denkt. Zo, en als u nou straks thuis bent, dan wil ik u iets vragen. Dan vind u misschien een idiote vraag. En leg hem dan maar rustig naast u neer als u er geen zin in hebt. Maar als u nou straks in bed ligt en u zou onverhoopt de slaap niet dadelijk kunnen vatten, dan zou ik het zo leuk vinden als u nog even terugdacht aan deze avond. Hè? Als ik er dan in ligt, dan denk ik aan u. Als u erin ligt, denkt u dan aan mij. Dan houden we nog even denkcontact. Hè? Dan blijven we nog even psychisch heel dicht bij elkaar. Zoals we vanavond in de mooiste schouwburg van Nederland heel dicht bijeen zijn geweest, hè? 700 verstandige mensen in een bezopen wereld. En als u er dan in ligt, dan moet u niet gaan
gaan tobben over alles wat ik gezegd heb, want het waren gewoon maar grapjes om u aan het lachen te maken, begrijp je wel? Dat was allemaal gewoon onzin, hoor. Dat moet je maar gewoon vergeten. Ga maar lekker slapen, trek de dekens maar over u heen. De toekomst ziet er echt rooskleurig uit. Nee hoor, ga maar nou maar niet liggen tobben, jongens. Het komt echt wel goed, hoor. Niet zo reuze goed, maar dat moet ook helemaal niet, hè? En ga alsjeblieft niet liggen denken als er straks weer verkiezingen komen, want dat zit erin. Ik ruik al kamerontbinding. Ga dan alsjeblieft niet liggen denken of zo, dan ga ik nog een ander hokje rood maken of weer op een andere man stemmen. Want dat wil ik u tot slot van deze avond nog even zeggen. En dat meen ik uit de grond van mijn hart. Lieve mensen, denk erom. Het is met je stembiljet net zoals met deze televisieopname. Je hoeft echt nooit bang te zijn dat er ooit maar iets mee gedaan zal worden. In Londen en Maastricht, daar doven ze het licht. Nou valt overal op de wereld van de schimmen en de schijn. Het grote voorgordijn, van Broadway tot Berlijn. De mensen staan te dringen om hun kleren en informeren. Zijn die Corrie en die kan nog bij elkaar? Ja, want nergens op de wereld, wat geen sterveling denken zou, vindt men oprechter trouw dan tussen man en vrouw, met er tweeën in één one-man show. Thank you.